Hoe ervaar je de beslissing dat KWF stopt met de samenwerking? Het belangrijkste voor de samenloop is geld genereren voor het Illohuis. Dat is deels waar. De samenloop voor hoop is er om geld te genereren voor KWF kankerbestrijding. Een deel van dat geld gaat naar het inloophuis toe. Dus dat de KWF daarmee stopt. Ja, dat vinden alle mensen met een paars hart vinden dat vreselijk. En dat is een beslissing die wel onverwogen door KWF is genomen. Ze moeten dat ook doen. Hè. Als de kosten niet meer opwegen tegen de bazen, dan ben je als KWF natuurlijk wel verplicht om daarmee te stoppen. Dus ik heb er begrip voor, met pijn in mijn paarse hart. KWF Kankerbestrijding heeft onder andere de actie Huis in Actie opgezet. Dat is een platform waarin meerdere acties ontwikkeld kunnen worden om geld te genereren voor de inloophuizen. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Dus we gaan in Almelo zeker stug door met het geld verzamelen door acties uit te voeren voor ons inloophuis. Dus voor zover mij nu bekend, kunnen we gewoon door met het Alma inloophuis. Is er voor iedereen die een ernstige aandoening heeft, dat kan kanker zijn, hartfalen zijn, longfalen zijn. Ja, en weet je, die andere partijen kunnen we nu zouden we die kunnen gaan zoeken van joh, laten we de krachten bundelen om te kijken hoe we geld kunnen genereren met elkaar. Dat is een optie, absoluut. Kunnen we als KWF kankerbestrijding zeker doen. Zijn er al stappen ondernomen in die richting? Nou, eerlijk gezegd moeten we allemaal nog even bijkomen van het nieuws dat de samenloop stopt. Dus ja, dat we zijn eigenlijk nog met elkaar aan het verwerken. Mm-hmm. We horen ideeën, die slaan we op en daar gaan we over een tijdje mee aan de slag. Op dit moment doen we dat vanuit KWF Almelo nog even niet. Maar het valt wel even rauw op je dak dat je geen samenloop meer mag organiseren. Zeker omdat we net een beetje gestart waren met de voorbereidingen. Gelukkig nog niks afgesproken, maar geen verplichtingen vastgelegd. Maar we waren al wel met elkaar aan het broeden van, joh, waar gaan we dan beginnen? En wanneer doen we dat dan? En wie gaan we vragen? En wat gaan we doen? En nou, dat is natuurlijk wel heel erg jammer dat het even niet meer zo is. Hoe ben je zover toegekomen om dit te gaan doen? Ja, logische vraag hoor, helemaal geen probleem. In 1993 kreeg mijn moeder de diagnose longkanker. Ze is een half jaar daarna overleden. Ik vond dat het moment waarop ik dacht, nou ja, als ik iets kan doen om te zorgen dat anderen dat niet mee hoeven te maken, dan ga ik me daarvoor inzetten. Dat doe ik nu al een hele lange tijd en in 2006 heb ik zelf kanker gehad, baarmoederhalskanker. Dus ik ben ervaringsdeskundig. Dus ja, dat maakt het alleen maar fijner om dit werk te kunnen doen. Het inloophuis is gesitueerd in het ziekenhuis, in het ZGT. Klopt. Dat is eigenlijk jullie hospita. Ja. Stellen zij zich een beetje flexibel op ten aanzien van de huurpenningen bijvoorbeeld? Ja, weet je, ik ga natuurlijk niet over alle financiën, maar wat ik ervan begrijp is dat inderdaad wel heel flexibel mee omgegaan wordt. En ja, dat is natuurlijk fijn. Het is een mooie plek om te zijn in het ZGT. Mensen die daar hun slechte nieuws horen, kunnen eigenlijk zo naar ons doorlopen. En bij deze ook iedereen die ons nog niet kende, nodig ik van harte uit om langs te komen. Ja, en ik denk dat dat wel gewoon door zal gaan, ondanks dit slechte bericht.